Welkom, in deze video ga ik het hebben over cumulatieve frequenties en cumulatieve relatieve frequenties. Dit is onderdeel van de beschrijvende statistiek en zijn frequenties die gebruikt worden bij een frequentietabel voor een ordinale variabele. Het doel van deze video is om je te leren welke type frequenties bruikbaar zijn bij een ordinale variabele, hoe je deze kunt berekenen, omrekenen en ook interpreteren. Termen die aan bod zullen komen zijn cumulatieve frequentie en cumulatieve relatieve frequentie. Merk trouwens op dat de besproken frequenties die bij nominale variabelen van toepassing zijn, de absolute frequentie en relatieve frequenties, ook altijd kunnen bij een ordinale variabele. Ik beperk me hier dus tot de twee type frequenties die nieuw zijn voor ordinale variabelen. Cumulatieve frequenties gaan we bespreken aan de hand van een onderstaand voorbeeld. Cumulatief betekent eigenlijk niks anders dan cumuleren, wat optellen betekent. Ter illustratie als eerste maar eventjes, hoeveel studenten hebben de toets niet gehaald? Nou ja, dat zijn alle studenten die een net onvoldoende hadden of slechter. Oftewel, het aantal studenten in deze drie categorieën. In dit geval wordt dat dus 5 plus 10 plus 4 is 19. Dit is dan de cumulatieve frequentie voor de net onvoldoende en betekent dus het aantal studenten wat net onvoldoende scoorde of slechter. We kunnen hetzelfde doen voor de andere categorieën. Normaal gesproken beginnen we ook met de bovenste. Scoorde zware onvoldoende of slechter? Ja, dat kan niet slechter dan zware onvoldoende, dus dat zijn gewoon die 5. Vervolgens, hoeveel studenten scoorden onvoldoende of slechter? En dat zijn 5, de zware onvoldoendes en de onvoldoendes bij elkaar is dus 15. Voor de net voldoendes of slechter krijgen we dus deze allemaal bij elkaar opgeteld. Voor de voldoende of slechter deze allemaal bij elkaar optellen. En tot slot de laatste categorie zal eigenlijk weer alle respondenten zijn die deze vraag hebben beantwoord. Of waarvan het cijfer bekend is. Een wat formele definitie voor cumulatieve frequentie is dan dus de totale absolute frequentie tot en met de bovengrens van die klasse, als er klassen zijn, en anders gewoon tot en met die klasse. Misschien was het je al opgevallen, maar er is een alternatieve methode om de cumulatieve frequenties te berekenen die eigenlijk iets sneller gaat. Voor de eerste categorie verandert er niks. Het blijven gewoon 5 respondenten. Maar we kunnen ook die 5 opnieuw gebruiken en daaraan toevoegen deze 10. Dan krijgen we dus 5 plus 10 is 15. Merk nu op dat dat 5 plus 10 in de vorige berekening hier nog een keer terugkomt en dus eigenlijk weer gewoon die 15 is. We kunnen dus die 15 overnemen en daar dan bij optellen de gewone frequentie. Hetzelfde kunnen we doen bij de volgende. De 19 weer overnemen, want die 5 plus 10 plus 4, die 19, zien we ook weer hier terug in de berekening. En is dus eigenlijk de cumulatieve frequentie van de voorgaande groep. Tel daar dan bij op de absolute frequentie van die klasse of groep. En je komt uit op de cumulatieve frequentie voor de volgende groep. Op die manier kan je iets sneller vaak de cumulatieve frequenties berekenen. 34 plus de 12 wordt 46 en tot slot inderdaad 46 plus 4 wordt de 50. Dit is dus een iets snellere manier om tot de cumulatieve frequenties te komen. Beide methoden geven natuurlijk hetzelfde antwoord. Wat we net gedaan hebben voor de absolute frequenties om tot de cumulatieve frequenties te komen, kunnen we ook doen met de relatieve frequenties om zo tot de cumulatieve relatieve frequenties te komen. In plaats van de absolute frequenties te nemen, dus gaan we deze niet meer gebruiken en kijken we nu juist naar de relatieve frequenties. Ik heb deze voor het gemak even nu in procenten gezet. Het principe blijft hetzelfde. Je blijft gewoon steeds de relatieve frequenties bij elkaar optellen en komt zo tot 30%. Die 30% zien we hier weer terug. Tellen we daar 8% bij op. Dan hebben we 38% van de studenten die een net onvoldoende scoorden of slechter. Echter, er is een andere methode om de cumulatieve relatieve frequenties te berekenen, die soms iets nauwkeuriger werkt, omdat je soms bij het maken van de procenten zit af te ronden. En hier tel je dus steeds al die afrondingsverschilletjes bij elkaar op.
Om dat probleem te voorkomen werkt de andere methode iets nauwkeuriger vaak. We nemen dan de gewone cumulatieve frequenties en die delen we dan door het totaal. We hadden hier in totaal 50 respondenten. En wat we hier dus ook kunnen doen is bijvoorbeeld de cumulatieve frequentie van 19 delen door dat totaal. En dan kom je ook uit keer 100 om het in procenten te krijgen op 38%. Oftewel, de cumulatieve frequentie gedeeld door het totaal keer 100 geeft je de cumulatieve relatieve frequenties in procenten. Hiermee kunnen we eventueel ook eenvoudig terugrekenen om bijvoorbeeld van de cumulatieve relatieve frequenties tot de cumulatieve frequenties te komen. In dat geval nemen we bijvoorbeeld de 68%, delen we die door 100 en doen die vervolgens keer het totaal van wat we hier hadden staan van 52. Dus keer 52. En dat zal, als het goed is, precies weer 34 zijn. We zouden de cumulatieve relatieve frequenties daarom kunnen definiëren op exact dezelfde manier als dat we deden bij de cumulatieve frequenties. We hebben net het omrekenen gedaan van cumulatieve relatieve frequenties naar cumulatieve frequenties. Maar hoe komen we dan terug tot de absolute frequenties? Laten we ter illustratie nemen hoeveel studenten scoorden een net voldoende, oftewel deze groep. We weten in dit geval dat 34 studenten, die hadden, omdat dit cumulatieve frequenties zijn, hadden een net voldoende of minder of slechter. We weten ook dat 19 studenten, die hadden een net onvoldoende of slechter. Het verschil tussen deze twee moet daarom precies het aantal zijn wat net voldoende had. Dus als we die 34 aftrekken van de 19, komen we keurig netjes uit op 15 studenten. Je ziet, door dus twee opeenvolgende cumulatieve frequenties van elkaar af te trekken, krijg je de absolute frequentie. In dit geval hier wordt het dus bijvoorbeeld 15 min 5. En dat wordt, als het goed is, dus gewoon 10. Ik heb ze eventjes allemaal voor jullie neergezet. Met de cumulatieve frequenties wil een docent nog wel eens een ander type vraag stellen. Bijvoorbeeld, hoeveel studenten hebben tentamen gehaald? We zouden nu alle cumulatieve frequenties kunnen gaan terugrekenen naar frequenties en dan de net voldoende, voldoende en bijna perfect bij elkaar op te tellen. Want op zich hebben al deze studenten natuurlijk het tentamen gehaald. Maar het kan ook iets sneller door te realiseren dat er 50 studenten in totaal waren. De cumulatieve frequentie van de laatste groep. We weten ook dat 19 studenten die hadden een net onvoldoende of slechter. Oftewel die hadden het tentamen niet gehaald. Dus het verschil tussen die twee moet dan het aantal studenten opleveren wat wel het tentamen heeft gehaald. Waarom hebben we eigenlijk niet de cumulatieve frequenties bij nominale variabelen? Op zich zijn ze wel uit te rekenen. Ik heb hier bijvoorbeeld fruit staan en dat heb ik een verschillende type fruits neergezet. Ik heb mijn absolute frequenties en relatieve frequenties in procenten uitgerekend. Ik kan gewoon de cumulatieve en cumulatieve relatieve frequenties uitrekenen. Echter, wat zegt deze 19 hier nou? Die betekent dus dat 19 personen hebben meloen aangekruist of lager. En ja, het is een beetje vreemd om dat te interpreteren. 19 zegt meloen of lager. En ook hier 68% zegt orange of lager. Maar dat is dus niet een logische interpretatie. Daarnaast, de volgorde waarin ik deze heb neergezet, de categorieën, is natuurlijk vrij om te kiezen. Het kenmerk van een nominale variabele. En dat zal dus hier op van invloed zijn op beide. Vandaar dat, hoewel sommige programma's wel cumulatieve frequenties zullen laten zien bij een ordinale variabele, deze meestal geen logische interpretatie heeft.